De twee terreinwagens bij de ingang van het ijssportcentrum verwijzen naar vader Patrick, die als hobby terreinrijden had. Bij de ceremonie waren alleen genodigden welkom. Naast familie waren dat vrienden, buurtbewoners, collega's, leden van sportverenigingen, kinderen van de basisschool en leden van de percussiegroep Caramba, waar moeder Trudy bij zat. Ze is er niet meer. Dat gat zal ook voorlopig niet opgevuld worden, dus we denken nog heel vaak aan haar. In het ijssportcentrum zelf stond ook een Land Rover en andere spullen die belangrijk waren voor Patrick, Trudy en Enzo. Tijdens de bijeenkomst waren de toespraken. Beste familieleden, u bent op die 12e mei plotsklaps in een positie beland die het normale begripsvermogen te boven gaat. De ceremonie was op een paar toespraken na besloten. Tijdens de herdenking hebben een tante en opa van Ruben gesproken. Ook hebben de kinderen van de school een bijdrage geleverd, net als een gospelkoor. En de percussiegroep Caramba trad op. Het was ingetogen, heel verdrietig, maar toch ook mooi en ergens ook nog een klein beetje gezellig. Hoe kan dat? Ja, omdat ze zelf ook zo waren. En nogmaals, het is heel verdrietig, maar het is een herdenking geweest in nagedachtenis van hun. En de manier waarop zij ook leefden, dus ja, dat houdt dan ook een klein beetje gezelligheid toch nog in. Wij hebben een nummer gespeeld dat Trudy altijd zelf enorm leuk vond om te spelen. En daar zijn we mee geëindigd met het nummer. De bedoeling was om het rustig te spelen, alleen de mensen werden zo enthousiast op een gegeven moment. Hoe gek het ook eigenlijk klinkt. Maar ja, daardoor werden we zelf ook enthousiaster en gingen we harder spelen. En op een gegeven moment was het net een optreden zoals we dat anders beleven. Natuurlijk voelde je in de hele bijeenkomst een gevoel van enorm respect en waardering voor de familie die dit leed moet dragen en die nu ook voor de toekomst van Ruben zullen zorgen. Morgen is de uitvaartplechtigheid in besloten kring.